3, 4. Ajo zal er 10 en 10. 5, 6, 7, 8. Jackie Skelt, Monica, City Ball. En het doel, wat die doepen, wat dat doel. We hebben een goed team, we maken veel grapjes en we winnen bijna alles. Yeah. We leren goed vrijlopen, we doen veel 1 tegen 1 en we doen heel veel partijen. Nou, we zijn gewoon een goed en een leuk team en we zijn lief voor elkaar en we zijn sterk en gewoon goed in voetbal. Hallo, ik ben Noud. Ik ben 9 jaar oud, speel centraal op het midden bij Ajax onder 10. Ik ben Jason, ik ben 9 jaar oud en ik ben centraal verdediger bij Ajax onder 10. Ik heet Ibrahim, ik ben 9 jaar oud en ik speel achterin, centraal achterin en ik speel bij onder 10. Voordat je de bal krijgt, weet je al wat je gaat doen. Yes, ik ga staan. Train Kelvin, goede trainer, is een aardige trainer. Hij wil niet boos als je iets verkeerd doet. En als je iets fout doet, dan en doet het heel verkeerd fout, dan wordt hij niet boos. Zegt, hij gaat het goed uitleggen. Kan het goed uitleggen. Nou, hij is gewoon een hele goede, lieve, slimme trainer. En soms is hij streng, maar dat moet ook. En ja, hij is gewoon lief. Wauw. Oké. Nou, die steek ik in mijn zak. Vinden wij het erg als iets nog niet lukt? Nee. Ik vind het heel belangrijk voor de jeugd. Om eigenlijk lef te hebben, om te proberen, om creatief te zijn. En daarom kan ik dan niet altijd boos worden, want dan doen ze het dus niet meer. Dus met tips en tops geven ze aan hoe de volgende keer beter kan. En dat is eigenlijk de stijl die ik hanteer in mijn coaching. Ik ben Kelvin Blankendaal, 48 jaar. Voor het derde achtereenvolgende seizoen trainer bij Ajax onder 10. Ik heb zelf ook in de jeugd bij Ajax gevoetbald. En voor Ajax was ik vooral ook actief op straatvoetbalgebied en zaalvoetbalgebied. Onder 10 is een heel hecht team. En dat zie je ook bijvoorbeeld na een wedstrijd. Gaan ze bij elkaar spelen, gaan ze bij elkaar slapen. En daarnaast is het team al wat langer bij elkaar. Er zijn 21 spelers, maar van 2 nieuwe. Dus ze kennen elkaar al geruime tijd. En ook heel leergierig vind ik zelf. Als je ze een skill leert. Binnen een mum van tijd hebben ze die beheerst en komen ze ook weer aan je jasje trekken van trainer. Daag me nog maar uit, heb je nog wat anders voor me? In de onderbouw bij ons staan de technische vaardigheden centraal. Vandaar dat we ook op verschillende ondergronden spelen. Nou, het zijn gewoon, kleine straatveldjes. Nou, op zaterdag, dan gaat eigenlijk... De helft van de kinderen gaan dan bijvoorbeeld naar een eredivisieclub of zo. En dan blijven 7 mensen volgens mij over en die gaan naar straatvoetballen. Straatvoetbal is heel leuk. We doen niet alleen maar partijtje, maar ook 1 tegen 1 in de pannenkooi of op zand. En we doen ook 3 tegen 3. Je kan daar goed je techniek gebruiken en daar kan je ook goed je techniek oefenen. En het is een kleine ruimte en is ook moeilijker dan groot veld. Als straatvoetballer, zaalvoetballer weet ik wat de unique selling points zijn van die ondergronden. Dus het gaat allemaal een stukje sneller, de ruimtes zijn soms kleiner. En daar leren wij de spelers ook mee omgaan. We spelen ook zelf op zand. Dat gaat niet sneller, maar dat is ook wel iets waar ze mee moeten leren omgaan. Je kan ook niet echt goed schieten of passeren ofzo. Die bal komt niet vooruit. Dan moet je een beetje stiften met de bal. Met je punt. Nou, op vrijdag doen we altijd een soort toernooitje, MVP-toernooi. En doen we gewoon wie de meeste punten heeft. En op maandag hebben we altijd een klein trainingtje van trainer Simon. Dus straks weer volgens mij. Techniek is een van de belangrijkste onderwerpen in de onderbouw. En deze week is er bijvoorbeeld de wreeftrap. En daarnaast gouden bewegingen, de Tadic en de Tamata. Daarom zullen we ook weer trainen met Simon Tamata, onze skills trainer.
We hebben natuurlijk wat doelstellingen gesteld. Ze hebben zelf een plan gemaakt. Een plan waarin ze hebben aangegeven, hey, we willen met z'n allen naar de onder 11. We willen de minste goals tegen, de meeste goals voor. Als je kijkt naar onze doelen vooral, is het, het domineren aan de bal. Het is wel een lijstje waar we aan moeten en gaan werken. Het is nu mijn derde jaar bij Ajax. De eerste jaar vond ik spannend, maar daarna... nu vind ik het eigenlijk superleuk.